daar ga ik de stad in. Het is op de plek waar deze lokale beroemdheid ooit begon. Maandag ga ik dus hier aan de slag met tekeningen en schilderijen. En ik heb ook het boekje bij me. Dat kun je hier ook gewoon kopen als je dat wil. Maar je kunt ook alle vragen stellen die je wil weten over schilderen op locatie, het tekenen van een boekje, etc. Arjelien, die je net zag, die heeft hier een project met vlaggetjes vanuit Toonbeeld. Door de hele stad. Tibetaanse vlaggetjes die de stad op moeten kleuren zover als het kan. En overal waar je kijkt zie je deze vlaggetjes. En het zijn er heel erg veel. Dit is allemaal in het kader van Summer School. In het kader van Summer School sta ik ook één dag in Porgy & Bess ter vervanging van mijn collega en naamgenoot Roelands, die dag niet kan. En Terneuzen is best een leuke stad zoals je kunt zien, met hele mooie plekjes. We zijn hier op de Oostkolk, dan kijken we naar de blokken. Galerie van alle Mannaerts via het Arsenaalplein kom je dan uit de Nieuwstraat en daar hangen al mijn Zeeuwse kleinschilderijen in deze galerie. Hoi! Ik maak een filmpje. Nee, ik ga met mijn zus en bijna 30 gaan plekken eten. En als je dan thuis komt, dan zit er iemand op je te wachten. Hé poes. Ja, wat lief. Jij wil naar binnen, dan ga je niet door je eigen artiesteningang. Maar dan wil je dat de deur voor jou open gedaan wordt. Hé? Ja. Oh jee. Een muis. Dus jij was al binnen. Met een cadeautje. Nee. Dan hebben we elkaar gemist. Behalve schilderen zit ik ook nog vaak te tekenen. Dit is een illustratie voor mijn nieuwe boek. De Wiese, de Gezel van Axel. En hier ga ik iets van laten zien aanstaande maandag. 23 augustus bij Porgy & Bess in het kader van Toonbeeld Summer School ga ik daar een hele dag staan om een collega te vervangen die die dag niet kon. Dus heb je daar vragen over tekenen, over schilderen, over het boekje schrijven of whatever, van harte welkom tussen 10 en 2.